koken met de Aldi, deel 2. Dag 2. We beginnen met drumsticks. Kijk, dit is gekruid, zijn ze. Dit is bijna een kilo. Ik heb alvast de hete lucht over voorbereid. 160 graden. En die drumsticks moeten dus op een rooster of anders op een bakplaat 40 minuten op die temperatuur. Dat gaan we nou doen. Kijk maar toch. Ze zijn lekker. Kijk hier, bakplaat. Zo. Daar gaan we. 40 minuten. Zo. Maar dan zijn we er nog niet. Want ja, alleen kip drumsticks. Ja, dat moet er wat bij natuurlijk. Hè. Ik noem maar wat aardappeltjes. Bijvoorbeeld. Appelmoes. Ook een lekker. En iets van groente. Ja, een potje echt of zo. Nou, hij gaat hierin. Als dat. Ja, dat mag. Zo. Dan stellen we hem in op 40 minuten. Zo. Nou. En daar gaat hij dan. Dit was deel 1 van dag 2. Komen we straks terug. Goed. Laten we even kijken wat die met die kippenpootjes kosten. €3,58. En daar hebben we 944 kilogram kippenpootjes van. Dat is goed. Even proberen die prijzen te onthouden. Kippenpootjes zitten in de hete lucht over. Nou is het nog een kwestie van ja, kippenpootjes alleen. Kippenpootjes alleen, nee, dat doen we niet. We hebben ook nog. Aardappeltjes willen we erbij. Ja, zo. Pannetje op het vuur. Dat is wel een klein pannetje eigenlijk. Eigenlijk wil ik een groter pannetje. Wacht even. Ah, die is groter. Ja. In de die. Zo. En daar doen we dus aardappeltjes in. Wat je vaak ziet bij die aardappeltjes, dat ze zeggen van 8 minuten bakken is wel zat hoor. Dat is dus niet zo. Dat moet veel langer. Hoe langer die aardappeltjes in de pan liggen, hoe beter. Dus, met andere woorden. Ik doe er ook wat boter. Boter. Dat is ook weer zo wat ze zeggen. Boter is ongezond, verzadigde vetzuren en zo. Maar laten daar de meningen nou erg verdeeld over zijn. Dus wat doe ik? Ik doe een flinke partij al dan niet verzadigde vetzuren in die pan. Ik verwacht dat er allemaal een beetje lekker gesmolten is. Doen wij de aardappeltjes bij. Oh. En die kost eigenlijk niks. €90 of zo. Ja. Oh. En we staan op 8 minuten om die dingen een beetje gaar te krijgen.
Maar ga er maar vanuit, dat duurt langer. En om ze gaar te krijgen, zou ik zeggen, doe ook even een deksel op de pan. Zo. Kijk. Start toch wat zout en peper. Ja, we zijn helemaal goed voorbereid. Nogmaals, vergis je niet in die aardappeltjes. Die dingen moeten lang, veel langer dan op de verpakking staat. Straks terug. Dit is dag 2 van de Aldi, deel 1, afgieten. Ik zeg deel 1 van dag 2, maar dit is tevens deel 2 van dag 2, namelijk. Omdat je hier 2 dagen van kunt eten. Ik heb hier voor 2 dagen erwtjes. Ik heb hier voor 2 dagen aardappeltjes. En ik heb voor 2 dagen kippenbootjes. Kippenpootjes. Kijk eens. Hey, 2 dagen. Dus. Jullie zullen me morgen even moeten missen. Wat ik morgen al voorzien ben, namelijk hier. Een kippenpootje. Nog een kippenpootje. Nog een kippenpootje. Daar doen wij wat aardappeltjes bij. Hop. Daar doen wij wat erwtjes bij. Vanwege de gezondheid, hè? Een beetje groen erbij. Ja, dat is wel goed eigenlijk zo. Ik zou er nog wat mayonaise bij doen. Waarom niet? En dan kunnen wij dan saus. Zo, hebben we dat ook weer gehad? Nee. Nou, dag 1 en dag 2 in 1 dag samengevat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.